De nieuwe wereldkampioenen krijgen de sportpenning uit handen van de Haagse wethouder Karsten Klein. Eerder op de dag worden de twee opgewacht door zo'n 100 fans op Schiphol. En dat wachten duurt lang. Maar eindelijk gaan de deuren open voor het gouden duo. Zo Schiphol binnenkomen en dan met zoveel mensen die je op deze manier onthalen, dat is zo'n gaaf gevoel. Dat is echt een enorme eer. En heeft u nou nog nooit eerder van deze mannen gehoord? Dat kan kloppen, want dit was hun eerste WK. Ja, dat klopt. We zijn in ieder geval nog nooit in de buurt van zulke prestaties geweest. We hebben nog nooit een halve finale op de grote Grand Slam toernooi gehaald. Überhaupt niet eens een kwartfinale. Dus wat dat betreft komen we ook wel uit het niets. We zijn vorig jaar Nederlands kampioen geworden. En dat is eigenlijk een beetje het begin van wat publiciteit. Ja, dat is een mooie. We zijn even samen, dat is wel leuk, hè?